Hallo, vandaag een hele makkelijke nieuwe tutorial voor jullie. Het is voornamelijk rhinestones plakken en wat striping tape. Maar goed, ik had deze keer zin in wat simpels en gewoon zin in wat leuke kleurtjes, dus vandaar. Laten we beginnen. Oké, deze keer ga ik beginnen met twee laagjes van dit lakje. Dit is Virgin Queen van A. England. Een soort van zilver-goudachtig lakje met holo shimmer. Het is moeilijk te beschrijven, maar goed, je ziet hem zo op het scherm. Wat ik er zo mooi aan vind is dat hij op zich, hij lijkt zowel zilver als goud, dat is wel apart. Maar goed, dus dat is gewoon, dan ga ik weer twee laagjes van aanbrengen. Ik bedacht me net dat het handig is om de twee nagels die ik met striping tape zou doen, daar geen tweede laagje op te doen, want dat duurt alleen maar langer qua drogen. Maar op de nagels waar geen striping tape komt, gaat nu dus wel een tweede laagje. En dit is tijdens mijn striping tape. Die ga ik gewoon een beetje. Ja, ik heb het van tevoren trouwens geknipt, dat is wel even handig. Waarschijnlijk om erbij te zeggen, als je striping tape wil gebruiken, is het wel zo handig om het gewoon van tevoren even te knippen. Zodat je daar niet meer druk over hoeft te maken zodra je daadwerkelijk je nagels aan het lakken bent. Maar ik maak gewoon een soort van strepenpatroontje. Je kan gewoon van alles doen wat je zelf leuk vindt. Daar komt meestal mijn striping tape al neer op een streeppatroontje, maar je snapt mijn punt. En zorg altijd hier in de hoekjes dat hij ook echt goed vast zit. En dan is het tijd voor een ander lakje. Ik ga dit lakje gebruiken. Dit is Avalon van A. England, een paars lakje. En dat ga ik er een beetje op sponden. Ik kan trouwens ook alleen de striping tape laten zitten, maar in mijn ervaring is mijn striping tape best wel een feit dat het heel snel zichzelf van je nagels afwerkt, ook al doe je de topcoat overheen. Zodra ik het liever gewoon gebruik als, ja, gewoon als tape en dan op deze manier er wat mee doen. En ik maak een soort van slordig ombre-achtig effect. Beetje soort, ja, beetje rokerig in plaats van echt kleuroverloop. Dus zoiets. En dan mag dat heel even drogen voordat ik de tape eraf haal. Oké, qua droogtijd wacht ik meestal tot ongeveer het een beetje, ja, dat je het zo kan aantikken. En dan met tweezers haal ik gewoon de tape eraf, zodat we een beetje kijken welke onderop lag. Dit is ook het handigste om met de onderste te beginnen. En altijd proberen om recht te trekken. Misschien handig om van deze kant te doen. En dan proberen om gewoon recht eroverheen te trekken. De minste kans dat het raar gaat zitten. En dan is het de kunst om alle tape vervolgens weer vingers af te krijgen. Maar goed, dan heb je dus dit effect. Nou, om het paars een beetje door te trekken naar de andere nagels, ga ik even paarse rhinestones aanbrengen erop. De basis gebruik ik natuurlijk gewoon een beetje topcoat. En ik begin eigenlijk in de tegenovergestelde hoek van waar de steentje zit, of waar de kleur zit bij deze nagels. En niet echt in een patroontje of zo, maar gewoon een beetje random. Hij komt dezelfde smoky manier als aan de andere kant met de striping tape.
Het enige in mij is wel dat je best wel snel moet werken, want anders is de topcoat al opgedroogd. Maar als dat gebeurt, kun je gewoon een beetje opnieuw aanbrengen en dan komt het ook wel goed. Zo, als nu dus. Ik wil nog net eentje hier hebben. Eentje en dan pak je er uiteraard per ongeluk twee. Oké, dan maar een andere. En dan ziet het er zo uit. Nou, als de hele boel droog is, is het tijd voor topcoat. Ik gebruik dus gewoonlijk weer de Essence Studio Nails topcoat. Die ik sinds vorige week of zo weer gebruik. Zoals gewoonlijk, sinds vorige week weer. Je snapt het punt. Wacht wel echt tot het echt goed droog is, dat je niet de strepen weer doortrekt, soort van. Oké, dit is dus uiteindelijk een look. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. In ieder geval heel veel dank voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Nou, voor het tekenen van de schaduw ga ik een zwart lakje gebruiken. Dit is Anastasia van Playboy. Hij wilde niet echt focussen, maar goed.